Johan Cruijff vertrekt bij Ajax. Dat is het grote nieuws van gisteren en vandaag. Waar het tekenen van een nieuw tweejarig contract slechts een kwestie van tijd leek, ontstond plotseling tussen de technisch directeur van Ajax en het bestuur een schijnbaar niet te lijmen breuk. En ook de lijmpoging die nu gedaan gaat worden door dokter Greep lijkt bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Hoe komt het toch dat in zo'n voetbalbedrijf waar tegenwoordig miljoenen omgaan, dat het daar zo vaak hommeles is? Want je leest niet anders tussen spelers, coaches en het bestuur. De op één na grootste voetbalkenner van ons land is hij volgens mij. Die geeft vanavond zijn visie op wat er daar de afgelopen dagen gebeuren met de grootste voetbalprofessor van ons land. En hij vertelt wat er mis is in ons voetbalwereldje. 52 maal speelde hij in het Nederlands elftal en meestal naast Johan Cruijff. Wim van Hanegem. Ik heb je 5 minuten geleden niet durven aankondigen omdat je er nog niet was. Je was toch om 9 uur van huis gegaan. Nou, ik was er om 10:30. Dus. Oh, dat viel mee. Alleen ik zat erachter. Die dag is ik ben bij dierenmanieren, maar... ja. Omdat je mij zag waarschijnlijk. Nee, ik zag al die beesten, dus ik ben wel goed. Willem, wat is er misgegaan met Cruijff? Is dat simpel te vertellen? Nou, ik denk niet dat het zo simpel ligt. Ik heb tenminste gisteren die Harms uitvoerig gehoord. Ik moet zeggen, die maakte op mij een hele goede indruk als voorzitter zijnde. Ik denk dat het een van de weinige bestuursleden is. Maar ja, je weet dat een bestuur uit 5 mensen bestaat. En ik denk dat er misschien 2 voor Johan zijn en 3 zijn er tegen. Nou, maar die 3 die gaan dan aan de slag met de achterban. En zo gaat het balletje rollen. En zolang de prestaties goed zijn, dan zal hij weinig last van vinden. Maar ze gauw dan maar een kleine kink in de kabel komt, ja, dan proberen ze die kar op gang te duwen. Ja, toch blijft het natuurlijk krankzinnig dat in een bedrijf waar het om miljoenen gaat, waar heel veel mensen hun brood verdienen, dat daar de uiteindelijke macht bij goedwillende, maar vaak niet goed kunnende amateurs ligt. Zo is de situatie toch nog steeds? Nou, ik weet niet of het niet goed kunnende. Ik denk dat Harmsen, je hebt een man als Verkerken, wij hebben Alberts. Bij Utrecht. Bij Utrecht, ja. Nou, dat zijn toch acceptabele mensen. Ik denk wel dat die goed weten waar die mee bezig zijn. Ja. Wij hebben er een die is soms te enthousiast. En die geeft volmondig toe dat hij weinig verstand van voetbal heeft. Dus daar hebben we niks van te duchten. Nee. Hij zal blij met je uitspraak zijn, maar ik ken hem. Dus misschien heeft hij er weer geen moeite mee. Wat is er misgegaan met de prestaties van Cruijff? Krijgt hij wel voldoende tegengas in zijn leven? Nou, ik denk dat dat een heel belangrijk iets geweest is in dit gebeuren. Kijk, Johan die begon bij Ajax. En toen kreeg hij toch een kampioen in handen. Want ik dacht dat Aad de Moster zat. En die had ze toch kampioen gemaakt. Ja. Nou, en dan krijg je het gebeuren. Dan gaat Johan iets verkondigen. Van hij gaat die jongens een leerproces laten ondergaan. Dan denk ik, ja, als ik een kampioen in handen krijg, dan heb ik nationaal zijn weinig te leren, alleen internationaal. En daar weet je natuurlijk nog meer van als wie dan ook. Daar heb je enkele dingen bij toe te voegen. Maar niet maar elke keer blijven hameren op dat leerproces. En heel Nederland, dat liep dan achter Johan zijn verklaringen aan. Ja. En er is niemand geweest die zegt van ja, maar is het niet een beetje te lang een jaar over een leerproces? Ja. Terwijl je een kampioen in handen hebt. Jij vindt dat leerproces dat eigenlijk onzin was? Hij moest gewoon eigenlijk meteen kunnen presteren. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb weinig verschil gezien met de manier van voetballen die ze onder de Mos deden en de manier van voetballen onder Johan. Nou, tenminste. Want Ajax is over het algemeen van de 100 wedstrijden 99 sterker spelen, 99 keer op de helft van de tegenstander. Ja. Dus het was onder de Mos en het was onder Benakker en het was onder Michels. Jawel, maar iedereen sprak 2,5 jaar geleden toch over een revolutie. Al was het maar de rol van de keeper opeens, hè? Menzo, die een totaal andere rol had in het elftal. Er gebeurde wel degelijk iets nieuws met het elftal, dacht ik. Nou, dat zou misschien Menzo geweest zijn. Maar dat is de manier van spelen. Zij hadden daarvoor een Bals. Dus speelden zij ongeveer hetzelfde als dat ze al die jaren hadden gespeeld. Ja. Maar ja, Bals werd te oud en er kwam een andere keeper voor. Ja. Nou, dan moet je geluk hebben dat je een man als Menzo krijgt die erbij ook nog aardig kan voetballen. En nou krijgt Menzo, zou maar zeggen, door zijn manier van spelen krijgt hij nou heel veel kritiek. Ja. Harmsen zei gisteravond, discussiëren met Cruijff is heel moeilijk, zo niet mogelijk. Hij weet het eigenlijk altijd beter. Als jullie nou samen met elkaar in discussie waren, hoe ging dat dan? Nou, dan ging ik na een paar minuten een bakje koffie halen. Want ja, ik denk dat het spelletje is heel simpel. Johan, die heeft 2 jaar bij Feyenoord gezeten, 1 jaar als speler.
Toen werd Feyenoord kampioen en won de beker. En toen het jaar erop, toen heb je ook al afgetraind bij Feyenoord. Nou, en er waren dus vaak besprekingen. Maar het punt was, als we aan bejatten waren en Johan kwam binnen, dan had je keuverkeerd vast. En was je aan tafel tennissen, dan had je de penhouder greep en dan had je meer anders moeten houden. En dan krijg je bij wijze van spreken, zien wij een wedstrijd als FC Keulen tegen Inter. Nou, Inter krijgt een corner en die gozer legt die bal in die hoek. En die speelt hem kort op Brady. Die tikt hem bij de eerste paal waar Roemenieke inkomt en die kop hem binnen. Ja, ik denk, meer is het niet. Maar als je Cruijff erover hoort... Ja, dan zit ik 3 kwartier lang te luisteren. Over diezelfde corner. Dan denk ik, ja, daar ga ik liever dan een bakje koffie halen. Ja, toch moet het voor de spelers. Heel vaak hebben spelers gezegd, het is irritant dat hij alles zoveel beter weet. Mij lijkt dat het natuurlijk fantastisch is als je een kei van een leider hebt waarin je altijd maar kan vasthouden. Werkt dat niet zo dan? Ja, maar als ik nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik speler ben, nou, en ik zie dan Cruijff en ik mag eronder trainen, dan ben ik blij, denk ik. Hè? Dat is dan niet te betalen, denk ik, aan ervaring. Nou, maar dan zie ik wat er allemaal vertrekt. Dan is dat Vanenburg, Koeman, nou, noem dan maar een straat op. Ja. Dan denk ik, ja, dan lever ik liever een paar duizend of 20.000 of 30.000 gulden in. Maar dan blijf ik toch onder Cruijff, want daar leer ik het meeste van. Ja. En dan vertrek ik niet zo snel. Kijk, en als wij die spelers horen, dan komen ze altijd met kritiek over Cruijff. En dat heb ik ze vaak verweten. Cruijff zelf, toen die speelde, die ging de strijd aan met zijn trainer of zijn bestuur. Kijk, de spelers van tegenwoordig gaan de strijd uit de weg. En ik denk dat dat een belangrijk punt is geweest voor Cruijff. Nu stellen ze een communiqué op waar ze achter Cruijff staan. En ik denk, ja, jullie hadden hem niet in de steek moeten laten gezien zijn prestaties. Nee, precies. Maar kunnen die spelers dat wel? Want je hebt zelf ooit gezegd, de huidige voetbalgeneratie heeft nauwelijks meer ruggengraat, want op hun 16e wordt een voetbaltas al gedragen. Dat was in jouw tijd wel anders waarschijnlijk. Nou, toen begon ik net. Ja, toen had ik nog geen tas, moet ik eerlijk zeggen. Maar als ik het goed begrijp, je hebt ooit gezegd, voetbal is een sport voor simpele zielen. En sommige trainers maken het zo ingewikkeld met opdrachten en dat soort dingen, dat ik het gevoel heb dat ik terug moet naar school. Dan doel je op Cruijff waarschijnlijk. Nou, je gaat soms wel eens twijfelen, ja. Kijk, ook de media heeft eraan meegewerkt. Ik zie wel eens een interview met Cruijff op tv. Nou, dan hoor ik hem praten over taakverdelingen, zus, taakverdelingen en zo. Dan denk ik, nou, ik zou wel eens willen weten wat die taakverdelingen zijn. Dan denk ik, waarom vraagt die gozer, of die journalist, waarom vraagt hij niet wat die taakverdelingen zijn? Want daar zit ik op te wachten. Ja. Of hij moet zijn eigen op één lijn zetten met Cruijff, dat hij denkt, ik weet het wel. Maar dat blijkt er van niet, want dan kom ik hem later tegen. Dan zeg ik, nou, zit ik hier zitten met Cruijff? En dan heb Cruijff het over taakverdelingen. Als je A.A. niet weet, de hoeveel van benen te beginnen. Ik zeg, dan moet jij dat vragen aan hem. Want wij als voetballiefhebber, die willen dat graag weten. Ja. Zitten, ja, maar als ik dat ga vragen, dan krijg ik 3 minuten lang een oude hoeverhaal. Dan denk ik, ja, maar dan moet je zo iemand niet gaan interviewen. Nee. Dat lijkt mij tenminste. En ik denk dat dat het punt is geweest dat Johan van niemand, of misschien van een paar in Nederland, tegengas heeft gekregen. Dus alles wat hij deed, dacht hij dat hij dat goed deed. Ja. En het meest belangrijke, denk ik, Cruijff heeft zo hoog gespeeld, op zo hoog niveau, dat hij denkt dat iedere speler in Nederland bijna hetzelfde denkt als dat hij denkt. Misschien is dat het probleem. Even terug naar zijn situatie met het bestuur. Jij weet precies wat het betekent om een aanvaring met het bestuur te hebben. He, onlangs nog bij Feyenoord, voor je naar Utrecht ging. Feyenoord, jij kon weg naar België, naar Tor Waterschij. Ik denk, nou ja, dat is alleen door de naam al geen club voor je. Nee, precies. We zijn er onderaan in de tweede divisie. Begrijp je? Ja, maar goed dat je er niet heen gegaan bent. Maar Feyenoord zei, dat kan niet, je moet hier blijven. Je hoort tot het meubilair van onze club. Ja. 3 weken later zeggen ze, dankjewel, je kan oprotten. En nog zeg jij over Kerkum, goede voorzitter. Ja, maar ik gaf in het begin al aan dat Harms is ook een goede voorzitter. Precies. Maar er zitten nog enkele andere mensen in het bestuur. Kijk, het meeste wat ik Feyenoord kwalijk genomen heb, dat ze zouden van mij een dispensatie vragen. Nou, en ik hoorde dat ze dat bij Ajax hadden gedaan onder 17 of 18 vellen naar de KNVB. Ze hadden dat AZ had dat voor Soetekau ook gedaan, ook zo'n pak papier. En Feyenoord had het afgedaan, dat kon bij wijze van spreken hierop. Nou, dan weet je bijvoorbeeld dat je kansloos bent. Ja, precies. Maar ik denk dat ik sowieso kansloos ben voor een dispensatie, want dat hoor je dan weer een journalist die vraagt aan een heer als Renze de Vries. Die zit in het KNVB-bestuur, hè? Ja, die had portefeuille technische zaken. Ik denk dat die man veel verstand heeft van varkens, maar van het voetbal gebeuren niet. Nou, maar die man zei, ja, maar als wij Hanegem erin geven, dan moeten we er iedereen heen geven. Ja. Waarom zeg je dat nou? Want nou krijgen we natuurlijk zeker nooit meer.
Zolang de Vries er nou, zit. Ik moet zeggen, ik heb ook nooit die illusie gehad. Bij bestuursleden zat ik er sowieso niet goed op. Dus. Nee. Maar misschien krijg je wel een varken thuis gestuurd morgen van hem, dat weet nou, je natuurlijk niet. Liever niet, want met al die ziektes. Nou wil Cruijff tornen aan die organisatie van Ajax. Hè? Ik vind dat heel begrijpelijk. Als je zoveel capaciteiten hebt, als je toch zoveel bereikt hebt, eindelijk weer eens een Europacup, internationale successen. De NRC schrijft vanavond... Ja, daar was ik blij mee, hoor. Precies. Als je dat bij Ajax wil, dan is dat eigenlijk een oorlogsverklaring. Want die structuur zit zo keihard in elkaar. Moet zo'n bestuur dan toch maar niet wijken voor de klasse van zo'n man? Ja, dat zou toch gek zijn, of niet? Hij krijgt toch ook de lijnen niet? Daar heb je toch ook iemand voor? Dan zou die zondagsmorgens net op moeten hangen, de hoekvlaggen erin moeten doen. Daar heb je ook iemand voor in dienst. Nou, en dat is hetzelfde met het bestuur. Ik weet het gewoon dat toen ik speler was, en het was je gewoon verleerd. Dan kom je op stadion en je zet je tas neer en je gaat het vliegtuig in en alles is verzorgd voor je. Ja. Nou, en dan op een gegeven moment, dan moet je dat zelf doen. Ja, en dan denk je, ja, waar moet ik naar naartoe? Dan loop je maar achter iedereen aan te hobbelen. Ja. Slotvraag. Het zit er dik in dat als die lijnpoging van dokter Greep tot niks leidt. Hè, ja, dat vind ik ook al vreemd. Ik hoorde op het nieuws, dat wordt de redder. Dat was de redder van het Nederlands elftal. Dan denk ik, nou, dat vond ik ook iets belachelijks. Ja, maar dat is een ander onderwerp nog een keer misschien. Ja, maar nou wordt hij ook weer belangrijk. Nou wordt het weer de redder van Ajax en van het Nederlands voetbal weer. Ja. Maar als het tot niks leidt, dan mag je aannemen dat Cruijff vandaag of morgen naar het buitenland gaat. Dan hebben we langzamerhand een aardige oogst. En dan blijft zo ongeveer alleen nog de tweede garnituur aan voetballers en coaches op jou na dan in Nederland dank over. Dank je wel. Vind klasse van je. Ja. Wordt het. En ik had nog een veel leukere voor je, want ik wou vragen, wordt het niet tijd dat jij op je vijfde dan nu toch weer de kikkers gaat aantrekken? Nee, nee. Nee, maar moet je dan luisteren. Toen Johan wegging uit Nederland, toen dacht ook iedereen dat het voetballen over was. En nou is Gullit weg en Wereldster en Van Basten is weg. En we voetballen nog. En we voetballen, als ik 80 ben, dan voetballen we nog. Dus. Maar zou het toch niet goed voor het Nederlandse voetbal zijn als Cruijff wel zou kunnen blijven bij een Nederlandse club? En dan het liefst bij Ajax, want het is toch zijn club? Nou, je weet dat er problemen zijn met waarschijnlijk weer met Libres en Olympiakos. En we zijn bijna klaar. Dus misschien is die vacature open van trainer van het nationaal elftal. Ja. En anders dat kan zou een goede zaak zijn. En anders kan hij altijd nog naar Torwater scheiden. Dankjewel, Wim. Graag gedaan.